Hier ben ik. Goedemorgen allemaal. Ik heb gisteren dus, ik had mijn belofte gehouden, ik heb gisteren een filmpje gemaakt over de borduren, maar dat lukt dus niet. Want ik heb niet de juiste apparatuur en als ik aan het borduren ben, dan hoort je mij niet praten. Dus dat is niet gelukt. Ja. Ik moet een micro kopen en dit en dat. Dat zal misschien nog komen nooit. Momenteel gaat het niet. Maar ik wil wel daar het een en het ander over zeggen. Dus ik had dit gisteren geborduurd voor jullie. Dat heb ik geborduurd op deze ring. En deze ring is mijn magneten. Dus ik ga je dat zo biet laten zien. Dat is mijn magneten. En dan had ik ook een in de ring in een klemring geborduurd. Een blok, omdat we zouden kunnen in een quilt verwerken. En dat was deze. Ik denk dat jullie dat misschien wel goed kunnen zien. Het is een zeer mooi blok. En wat ik er eigenlijk over kwijt wil, excuseer, dat is, je weet, ik maak geen reclame voor winkels, zeker niet. En ik verkoop ook niks. Maar als ik tutorials ga geven, ga ik daar af en toe wel borduursels in gebruiken. En je kunt natuurlijk op internet, je typt in wat je wilt en je vindt honderden sites met borduurdesigns. En die zijn eigenlijk wel vrij prijzig. Nu is er iemand in de quiltgroep, tussen ons vrienden, want ik denk dat de meeste van jullie kennen haar. Dat is Joke Overeen. Ik denk dat jullie die wel kennen, maar ik wil dat toch een keer zeggen. Zij digitaliseert nu. En ik vind dat ze dat vrij goed doet, want dat is, vind ik, een super tof idee. Een liedje van de Beatles, Let It Be. Ik vind dat een super tof idee. Die poes heeft ze zelf getekend en gedigitaliseerd. Nu, ik heb de software om te digitaliseren, maar ik heb er de tijd niet voor. Nu, waarom koop ik bij haar mijn ontwerpen? En ik wil jullie dat wel meegeven. Waarom? Omdat het eigenlijk geen winkel is. Het is voor een goed doel. Zij digitaliseert en zij verkoopt haar ontwerpen. 1 eurotje. 1 euro. En het is een zeer mooi ontwerp. En zij schenkt dat aan een dorpje in Afrika. Wat ik daarover kwijt wil, hoeft daar niet achter te staan, achter dat doel. Ik zeg niet, iedereen staat achter zo'n doel. Daar gaat hem niet om. Ikzelf, ik heb ook mijn bedenkingen, maar wat mij het belangrijkste is, is dat zij een gouden hart heeft. Want iemand die iets doet voor iemand anders, en die dat zo bedoelt met een gouden hart, dan vind ik 1 eurotje niet te veel voor een ontwerpje. En ik heb zoiets, als je mij dan toch wilt volgen en je wilt hetzelfde, ga ook bij jou. Go Girl Gift Treasures. Dat is niet makkelijk, hè? Go Girl Gift Treasures. Zo noemt dat. Ik zal het op het einde dan nog een keer opzetten. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Als je haar steunt, kan je ook zeer mooie dingen maken. Hè? Want hier gaan we dus ook wel een keer iets van maken, een kussen of een quilt. Ik wou dat alleen laten zien. Maar de bedoeling was om mijn borduurvrienden te helpen. Nu, ik ga de camera naar omlaag doen, zodat jullie zien de vliezen die ik jullie ga laten zien. En ook wat je er kan mee doen. Dus eerst en vooral laat ik jullie zien, dat is een vliesje. Dat is super, super dun. En dat is eigenlijk als je op handdoeken wilt borduren. Je spant uw handdoek in uw borduurring. Spant uw handdoek in. Maar je legt dit over de handdoek, over, bovenaan, wat dat je borduurt. En dit wast weg. Maar dan zit uw voet niet in de lussen van de handdoek. Dat is één. Dan heb je dit soort vlies. Ik heb dat een keer gekocht. Ik dacht, dat is een miskoop. Maar dat is helemaal geen miskoop. Dat is een direct langs alle kanten. Dat, kijk, direct langs alle kanten. Dus daar kan je heel veel mee.
Dan hebben we, dat is mijn lieveling, dat is deze, Fimoplast. Dat is dus, als je die gebruikt, dan ga je die richten op een t-shirt. En dan kan je hier, dat paalt af, dat blijft, dat plakt, dat blijft op je t-shirt. Je t-shirt kan niet uittrekken of niks, en kan je mooi borduren. Dus dat is eigenlijk mijn lieveling om t-shirts te borduren. Dat is dit. Dat is Fimoplas. Maar ieder doet dat natuurlijk op zijn manier. Maar als je het aan mij vraagt. Dit is voor alledaags. Dit is waar ik dit op geborduurd heb. Let it be. Dat heb ik daarop geborduurd. En hoe doe je dat? Dus je pakt een stuk, dat is scheurvlies. Je pakt een stuk scheurvlies. Ik heb mijn zoon een ring gekocht en dat is een ring met magneten. En dat wil zeggen, je hoeft enkel dit en je legt je vlies erop. Dit is je vlies, trekvlies, en je legt je stof erop en de magneten die houden dat vast. Nu, dat is iets dat ik gekocht heb voor bij mijn Husqvarna. Als ik me niet vergis, heb ik dat al gehoord, dat ze dat tegenwoordig ook van Brodder of van Singer hebben. Ik ben het niet zeker. Vraag het aan uw dealer. En zo niet, dan moet je uiteraard een andere ring gebruiken. Maar met dit kan je werkelijk je stof mooi recht trekken met die magneten. Dat kan dus opspannen, heel, heel hard, door die magneten. En wat je moet horen, dat moet gelijk een trommel klinken. En dan ben je zeker dat dat goed vast is. Dan, wat ik heel belangrijk vind in het borduren, maar echt super belangrijk, dat is freestanding lace, FSL. Dat is mijn Eiffeltoren, die iedereen zo graag ziet. De Eiffeltoren. Die moet blijven recht staan, uiteraard. Dan heb je ook de theelichtjes. Daar heb je ook een bloemetje. Dat zijn de theelichtjes. Dat is een vlindertje. Dat zijn theelichtjes. Ik heb dat ook gemaakt voor iemand waarvan dat kindje jammer genoeg doodgeboren is. En dat zet een theelichtje in en dat is uiteraard, ja, dat geeft een effect. Je kan ook danseresjes maken. Ik heb dit danseresje gemaakt. Die langs weerskanten mooi zijn. Je kan engeltjes maken, je kan van alles. Nu, waarom lukt mijn free lace zo vrij goed? Dat ga ik aan de mensen zeggen. Dus dit is normaal de plastiek die gebruikt wordt. Die wordt dus gespannen in uw ding. En hierop wordt er geborduurd. Want dit is eigenlijk lijm. Als dit dan oplost, is uw borduur zo stevig. Maar wat ik doe, dit is de gewone. En dit wast weg. Dus dat kleintje, dat scheurt weg. Maar als je bijvoorbeeld zegt van kijk, ik wil iets moois, maar de achterkant, like bijvoorbeeld een tafelkleed of zo, wil ik niet zien. Dit wast weg. Maar dit is dun. Dus wat doe ik? Ik pak de twee samen. Want dit spant ook zeer goed. En samen, met die plastiek, die twee samen, als ik die span en ik los dat op, dan heb ik echt stevige lijm. En daardoor blijft alles zeer mooi hard. Omdat het is stevig, niet enkel door dit, ook door dit. Dat lost samen op en eigenlijk wordt dan een lijm. Dus ja, sorry borduurvriendinnen, ik wist dus echt niet dat ik niet geëquipeerd was. Dus ik zal zien wat ik daar kan aan doen. Maar het is dus niet gelukt, want het lawaai van de machine overstemt hetgeen dat ik wil uitleggen, dus dat ga je ook niet. Ik ga dat bekijken hoe dat ik het best kan doen. En wees gerust,
Ik denk aan jullie, ik kom terug met geborduurde toestanden. Als slot wil ik zeggen, je kunt dus overal terecht in borduurwinkels, waar je je borduurmachine gekocht hebt. Nu, veel mensen hebben een borduurmachine tweedehands kunnen kopen. En als je niet weet waar terecht, dan moet je maar een keer bellen naar Caro Rijkaard. Nu gaan ze zeggen van, oh, ze maakt toch weer reclame. Nee, absoluut niet. Ver van, want die gaan mij zeker niet betalen. Het is een goede vriend van mij, want al mijn machines door die jaren heen, en ik spreek toch van zeker 22 tot 25 jaar, komen van hem. Al mijn vlies komt van hem, al mijn garen komt van hem. En ondertussen is dat dus een zeer goede vriend geworden. En vriendschappelijk niet, omdat hij zegt van, oh, het is mijn maat. Maar alles wat jij mij ooit verkocht heeft, is altijd 100% zijn geld waard geweest. Dus voor kleine dingen, shopt eender waar, twijfel je en je zegt van, ik heb echt professionele hulp nodig, bel dan een keer. Het is in België, maar op sommige plaatsen in Nederland verplaatst hij zich ook naar daar. Dus bel gewoon mijn vraag. Ik zal op het einde het telefoonnummer geven. Het is een piepklein winkelke, want het is ook zo'n mens, nou, hij zal wel ver met pensioen gaan zeker, ik weet het ook niet, maar het is ook zo'n mens, een mens voor een mens, die echt nog waarde aan wat een mens is. En zo'n mensen prijs ik. Dus ik prijs ze, ik maak geen reclame, maar ik prijs zo'n mensen, omdat het zijn er te weinig, gelijk aan. Hij heeft al heel veel voor de mensen gratis gedaan. En hij houdt ook rekening met, die heeft veel, die heeft niet veel. Soms scheurt hij zijn eigen broek eraan. Maar het is zo'n goeie mens, dat ik hem dus echt aanprijs. Dus vind uw winkel, ga naar uw winkel. Zoek op internet. Maar weet hij echt geen raad, bel een keer naar hem. Kan hij u helpen, is al u helpen. Kan hij u niet helpen, is al u doorverwijzen. Dit is dus weer geen reclame. Gewoon mensen met een gouden hart zal ik telkens aanprijzen. En dat is mijn volste recht, vind ik. Maar voor de rest doen jullie toch wat jullie willen.